Vandaag heb ik de helft van mijn straf achter de rug. Dus heb ik een verzoek om voorwaardelijke invrijheidstelling ingediend en een brief aan mijn advocaat geschreven, waarin ik hem onder meer verzoek me eens te komen bezoeken. Houd hem alsjeblieft op de hoogte van mijn eventuele overplaatsingen. Toen ik nog een Hermanietse was, had ik een ervaring die voor de buitenwereld totaal onbelangrijk is, maar die voor mij persoonlijk veel betekent. Ik had middagdienst. Het was heerlijk zomerweer. Ik zat op een stapel oud roest wat uit te rusten en over van allerlei na te denken en ik keek daarbij naar de top van een eenzame boom ergens achter de omheining. De hemel was donkerblauw, volkomen wolkeloos. Het was heel warm en de lucht stond stil. De bladeren aan de bomen schitterden en trilden heel licht. Ik raakte langzaam maar zeker in een heel bijzondere stemming. Ik stelde me voor hoe ik ergens onder een boom in het gras lag. Niets deed, nergens op wachtte en me nergens zorgen over maakte. Maar alleen maar door de hete zomerdag liet bedwelmen. Ik herinnerde me heel levendig en fysiek de zomer die ik als kind in Gedarets doorbracht. Ik rook het hooi, de vijver en wat al niet meer. Op dit moment doet deze beschrijving bedenken aan een parodistische passage uit een van mijn stukken. Maar kan ik het helpen? Is de parodie niet juist heel vaak een poging jezelf te beheersen? Een middel om afstand te nemen ten opzichte van jezelf en je eigen gevoelens? Het was alsof ik, terwijl ik me alles zo voor de geest haalde, een ogenblik van het grootste geluk beleefde. Het was alsof alle andere onmisbare vreugde, zoals de aanwezigheid van hen die ik lief heb, in deze ene ervaring onzichtbaar besloten lagen. Een grenzeloze vreugde, die me zeker niet uitsluitend fysiek bedwelmde. Het was ook een moment van een hooggestemde geestesgesteldheid, waarin je je uiterst bewust bent van jezelf en ver boven jezelf uitstijgt. Een toestand van een volkomen harmonisch samengaan van het bestaan met jezelf en met de wereld om je heen. Daar is trouwens niet veel bijzonders aan. Belangrijk is alleen dat hoe heftiger ik bestormd werd door deze ervaring, die zo sterk contrasteerde met mijn gevangenis en hoogoverwerkelijkheid, des te duidelijker werd het me. Tot nu toe had ik dat eigenlijk alleen maar vaag beseft op dit soort momenten, dat opperste vreugde ook altijd en onafwendbaar de aanzet in zich draagt van een onbestemde, beklemde benauwdheid. De zachte weerklank van een oneindig kleine angst. De typische ondertoon van een diep, noodlottig gevoel van nutteloosheid. De mens wordt bedwelmd door gelukzaligheid, heeft alles wat je je maar voorstellen kan, heeft niets meer nodig, verlangt verder naar niets, maar heeft tegelijkertijd het gevoel dat het allemaal niets waard is en nergens toe leidt. Hoe mooier het ogenblik is, hoe onvermijdelijker doemt die spookachtige vraag weer voor hem op. En hoe nu verder? Wat nu nog? Nou en? Wat heb ik eraan? Het gaat, zou ik willen zeggen, over het besef van de eindigheid van het eindigen. De mens is aan de uiterste grens gekomen van het zinvolle, voor zover zijn eindig aards bestaan hem dit kan bieden. Het spontane, niet metafysisch zinvolle. En juist daarom wordt hem plotseling een blik in de afgrond van het oneindige geboden, van het ongewisse, van het geheim. Er is eenvoudig niets meer waar hij verder in zou kunnen doordringen, of het moet de leegte zijn, de afgrond. Het is de bekende dialectiek van leven en dood. Hoe intensiever en voller de mens leeft en hoe meer hij zich zijn leven bewust is, des te sterker dringt zich vanuit de diepste kern van zijn belevingswereld datgene aan hem op wat het zijn in feite tot zijn maakt. Het leven tot leven, de zin ervan tot
tot zin. Namelijk dat wat de achtergrond van dit alles uitmaakt. Wat het tegendeel ervan is en wat, als enige maatstaf, het zijn, het leven en de zin van alles kan definiëren. Het niet zijn, de dood, het niets. Ik denk dat iedereen dit gevoel wel kent. Op het moment van het grootste geluk moet je er ineens aan denken dat er verder niets is dan de dood. Dit is trouwens ook doorgedrongen tot in onze omgangstaal. We zeggen immers, ik blijf je trouw, tot in de dood. Of, eerst Napels zien en dan sterven. Je kunt dat vage gevoel van beklemming, dat spoortje grenzeloos onvervuld blijven, dat je voelt juist wanneer iets je volledig vervult, dat angstaanjagende gevoel van ongrijpbaarheid, dat opkomt op het moment dat je denkt greep op de dingen te hebben, domweg wegblazen als een hinderlijk pluisje dat je belet je goed te voelen. Je kunt wachten tot het wolkje dat even je zon verduisterde verwaaid is en vrolijk verder leven, zonder jezelf verontrustende vragen te stellen. Maar je kunt ook het tegendeel doen. Je kunt al het spontaan zinvolle, waar je zoveel vreugde aan beleefde, vergeten. Je kunt het antwoord dat gegeven werd voordat de vraag gesteld werd, vergeten. En precies op het punt blijven staan waarop de kilte van de afgrond je het hardst tegemoet sloeg. Waarop je duidelijkst het gevoel had dat je eigenlijk niets had, niets wist en, wat het ergste is, niet wist wat je eigenlijk zou moeten willen. En je kunt je dan dapper, als het ware van aangezicht tot aangezicht, de vraag stellen die op zo'n moment voor je opdoemt. De enige echte en in feite fundamenteel metafysische vraag naar de zin van het leven.